Pip de Leegwaterschool. Ja! Ja, een beetje angstig voor het grote gebeuren klonk dat gejuich, maar dat komt straks wel goed, jongens. Dan hebben we tenslotte uit, of tenslotte, als tweede uit Zetdam de Roncalli-school. Ja, in twee stappen waren we van het ene eind van het land naar het andere. Waar dat precies allemaal ligt, dat horen we straks van de kinderen zelf wel. En een derde reuzenstap voert ons weer naar een hele andere kant van Nederland. Naar Stad ter Haringvliet, de openbare lagere school. Nou, ik zei al, de kans zit erin dat een van deze drie scholen uiteindelijk toch nog met de prijs gaat strijken. Dat zal vreselijk moeilijk zijn, jongens, want dat heb ik trouwens iedere keer moeten vertellen, iedere uitzending. Nog steeds staat aan de kop de school uit de eerste uitzending, de school uit Wormer, met 62 punten. En zelfs dat is niet eens waar, want van het begin af aan hebben wij van de school uit Wormer een brief gekregen, een protestbrief, want wij hadden een fout gemaakt. Toen zeiden wij, eigenwijs als we zijn, ze zijn trouwens hier in de studio, wij maken nooit fouten, jawel, zei ze toen, en we zullen het gaan bewijzen. We hadden namelijk, voor een deel van onze vragen, maken we gebruik van boeken die bij jullie in het documentatiecentrum op school gebruikt worden, encyclopedieën en zo. En die ene vraag waar zij van zeiden die wat fout was en waar wij van zeiden dat het goed was, die stond in die encyclopedie met een plaatje erbij. Ging over danseressen uit welk land ze vandaan kwamen. Nou, ze zijn het hogerop gaan zoeken, want ze bleven denken dat ze gelijk hadden. En laat ze nou gelijk gekregen hebben. Dat heeft alleen erg lang geduurd, maandenlang. Er zijn professoren en universiteiten, weet ik al niet wat er te pas gekomen. Maar we kunnen nu tegen ze zeggen dat ze inderdaad een punt tekort gekomen zijn. En dat betekent dat ze nu de standenlijst, ons klassement, aanvoeren. Niet met 62, maar met 63 punten. Ja, mag u best verklappen. De scholen die daar het dichtste bij zijn, hebben 59 punten. Dat is een gat. Er is een gat geslagen, zeggen ze dan eens. Over gaten gesproken. Er is een gat geslagen van 4 punten. En jullie, aan jullie, met de drie klassen, de geweldige taak komt te zien om boven die 63 uit te komen. Want dan maak je kans om de eerste prijs te winnen. Nou, laat dat maar eens even zien meteen het eerste spelletje. Dat, zoals alle spelletjes, te maken heeft met het onderwerp dieren, met het thema dieren. En dat eerste spelletje is weer, zoals altijd, kunst en vliegwerk. In mei leggen alle vogeltjes een ei. Nou, dat gaan ook de drie scholen hier doen. Er staan hier drie nesten. Niet van die hele hoge, maar toch. En er staan hier 12 vogels, vreemde vogels, kunnen we wel zeggen. Die nog achter staan te bibberen op hun pootjes. Want jongens, wat gaan we doen? Eitje leggen. Nou, je moet zeggen, kom maar een beetje naar voren. Jullie moeten zien, deze eieren kwijt te raken in het nest. Alleen vogels hebben geen handen, hè. En ja, omdat jullie ook geen vogels zijn, om ze te kunnen leggen als vogels dat doen, moet je het op een andere manier doen. En hoe dat nou gaat, ja, dan moet je eigenlijk zelf maar zien uit te vissen. Ik denk wel dat je het met z'n tweeën zal moeten doen, want alleen krijg je dat niet uit. En je mag je handen niet gebruiken. Kopie-kopie, zeg ik altijd. Dat is hier, bij dit spelletje, waarschijnlijk de allerbeste manier om twee kopjes te gebruiken. En nou, zoals alle eieren, ja, het zijn geen echte eieren, het zijn ballonnen, jongens, net wat klappen bij het begin. Ze kunnen kapot, als je te hard drukt er tegen. Een ontzettende klap. Alleen in eieren zit wat in en hier niks. Tenminste, laten we dat hopen voor jullie, dat er niks in zit. Begrepen? Nou, iedereen zijn eigen nest, hè? De blauwe daar, en de gele hier, en de oranje daar. Nog wat vragen? Ik vind het een ontzettend leuk spelletje, hoor. Mag ik erin stappen? Want ik weet wat er gebeuren gaat. Wat zeg je? Mag ik erin stappen? Je mag erin stappen, maar niet op de eieren, hè? Nooit op je eigen ei gaan zitten. Nee. Oké, okay, jongens, ga je gang. Jongens, even alle vogels bij het eigen nest. Ik ga ze even tellen. Kom er even achter staan, dan kunnen we het beter zien. Dan zien we hier, welke vogels zijn dit? De Roncalli-school. Oranje vogels, Roncalli. 1, 2, 3, 4, 7. De Roncalli-school.
Dat zegt nog niks, want ik kan hierin kijken. Dat is welk nest? Jullie zijn de? Stal een Haringvliet. Daar leggen ze moeilijke eieren, hè? Stal een Haringvliet. Dat zijn er maar twee. En ik ga hier tellen. Nou, joh, het komt straks wel goed. Dat zijn er zes. Dat betekent dat... Stad aan het Haringvliet. Stad aan het Haringvliet. 1 punt. Jullie kwamen uit Zeddam. Dan is dus de Rijp heeft 3 punten. En de beste eierleggers daar, 5 uit Zeddam. Ja, dan gaan we naar Gekkenwerk toe. En daar zitten er weer 12 voor klaar. Van iedere school 4. Ze hebben op tafel liggen papier, plak, schaar. Geen naald en draad, hè? Of wel? Nee. Nou, en jongens, jullie moeten daarvan maken een beest. Maar een beetje gek beest. Wat er leuk uitziet. En nou, hoe gekker, hoe beter. En hoe beter, hoe meer punten. En aan het eind van het programma zien we wel wat het meest opgeleverd heeft. De hele programma de tijd. Ga je gang. En het mag best een fantasiebeest zijn, hè? Hoeft niet ergens op te lijken. Mag er heel gek uitzien. Zo, het gaat altijd heel snel in het eerste deel van het programma. De punten zijn in ieder geval binnen, de eerste. Ik ben benieuwd hoe dicht we bij die 64 komen. En we gaan meesterwerk spelen. Met de eerste 3 kandidaten. En René is ontzettend. Ja. Vertel het maar. René Spaanman, 11 jaar. Vincent Bouwens, 11 jaar. Anne van der Rung, 12 jaar. Goed jongens, nou, het is heel bekend. Ik zeg er niks meer van, hè, bij het nummertje drukken waar je denkt dat het antwoord van goed is. Vraag 1. Wie kiezen de Eerste Kamer? Doen dat de leden van de Tweede Kamer? Doen dat de mensen die mogen stemmen? Of doen de provinciale staten dat? Wie kiest de Eerste Kamer? De leden van de Tweede Kamer, mensen die mogen stemmen, of de provinciale staten? Nou, dat is nog niet zo heel lang geleden hebben we ze gekozen, hè, die provinciale staten. En je had dus 3 moeten indrukken. Alleen Vincent heeft dat gedaan. Dat is een punt voor Zeddam. De tweede vraag. We gaan kijken, jongens. 3 gereedschappen zie je achter je staan. Die komen nu tevoorschijn. Nou, wie van de 3 is nou de combinatietang? Niet voor zeggen, jongens, nee, dat is ontzettend oneerlijk. Wie is de combinatietang? Voor welke, moet ik zeggen? 1, 2. Allemaal hebben we gedrukt. Er heeft er eentje 1 gedrukt en dat heet een waterpomptang. 2 was de nijptang, dat heeft niemand gedrukt. En 3 hebben de Rijp en de Stad van het Haringvliet gedrukt. Dat is de combinatietang. Vraag 3. Welk instrument hoort niet in dit rijtje thuis? Cello, ik zeg hem nog een keer voor de klap. Ik noem 3 instrumenten. Wie hoort er niet in thuis in het rijtje? Cello, klarinet of piano? Wie hoort er niet in dat rijtje thuis? Cello, klarinet of piano? Ja, jullie dachten alle 3 piano. Ja. Maar waarom dacht je dat eigenlijk, Anneke? Ja, cello en fluit. Wat zeg je? Ik geloof een fluit. Ja, nou het is niet goed in elk geval. Want een cello en een piano is een snaarinstrument en een klarinet moet je op blazen. Dus dat is jammer. Dat is geen punt voor niemand. He, want een klapper. In een advertentie staat B.Z.A. een flinke werkster. Dus B.Z.A. een flinke werkster. En wat betekent dat? Betekent dat bijzondere aandacht voor een flinke werkster? Biedt zich aan een flinke werkster? Of buiten 7 anderen een flinke werkster? Jullie zijn goede advertentielezers of goede afkortingenkenners. Want het is inderdaad zo, biedt zich aan een flinke werkster. Allemaal een punt. Vraag 5. We gaan... Jongen, even een afspraak maken. Jongens, zullen we afspreken dat we aan het eind van de serie vragen pas gaan juichen? Anders duurt het zo ontzettend lang. Hè? Vraag 5. Je ziet achter je 3 verkiezingsaffiches. Wie van deze 3 zit nou niet in de regering? Is dat 1, 2 of 3? Wie zit er niet in de regering op dit moment? Ja, hebben jullie wel mogen stemmen? Nee, hè? Nee, mag niet, maar het is wel goed, hoor. D66 zit er niet in, die andere 2 wel. Vraag 6, een souffleur. Een souffleur, is dat een plantenspuit, een voorzegger of een eetbare slak? Een souffleur.
plantenspuit, voorzegger of een eetbare slak. Ja, had jij maar een voorzegger gehad, Vincent? Want nu heb je een eetbare slak een souffleur genoemd. Nee, maar een souffleur is een voorzegger. Dus een punt voor de rijp en de stad en het haringbied. Vraag 7. Vraag 7. Een vogel die zijn jongen op zijn rug vervoert. Is dat een eidereend, een zomertaling of een fuut? Wie van de drie heeft zijn jongen op zijn rug? Jullie weten ook daar al alles van. Een punt voor iedereen. Een fuut is inderdaad goed. Vraag 8. Je ziet achter je, het blijft biologie. 3 vogels. Welke daarvan is de parkiet? 1, 2 of 3? Wat is de parkiet? Anneke? Ja. Dat is een leuke vogel, maar het is geen parkiet. Dat is een papegaai. En die eerste, dat was een kanarie. Dan kun je zijn gele kleur zien. Hè? Ja, hier niet, maar dan niet echt. Tenminste, ja, die had wat geel trouwens ook. En de tweede parkiet, de tijd is erom. Een punt voor de rijp en voor Zetdam. En ik ben benieuwd naar de totaalscore. Nou, dat ziet er leuk uit, jongens, voor jullie. Want wat hebben, hoeveel vragen heb ik gehad? 8. Er zijn er 2 die hebben de 5 gescoord. Zetdam en Stad ter Haringvliet. Maar René uit de Rijp, die had er 6 goed. Dit is Ingrid uit de Rijp. Waar ligt de Rijp, Ingrid? In Noord-Holland. Ja, zeg eens ongeveer in de buurt van? Purmerend. In Open Amsterdam. Is het, dat is niet ja, een klein dorpje, hè? Ja. Hé, hey, jullie je school, hoe ziet die eruit? Wat is dat voor gebouw? Nou, het is een mooi groot gebouw. 6 lokalen en een ruime aula. Waar je film in kunt kijken en ook toneel kan worden gespeeld. Dat lijkt bijna een reclamespot, zeg ik van jou. En wat staat er voor? Dat is van een beeldje. Wat stelt dat voor? Dat beeldje, dat is gemaakt door Niek Jong. En die woont in Groot Schermer en die is beeldhouwer en moet de Zeemeermin voorstellen. En hij schildert ook al eens. Ja, was er bij jullie school vroeger water? Is dat drooggemaakt land of zo? Nee, er heeft nooit water gestaan. Het is een eilandje waar wel gras op heeft gegroeid. Hey, iedereen heeft veel water, het is een prachtig dorpje. Ja, ja, het ziet er ontzettend mooi uit. Ja. Dit is van boven genomen, denk ik. Van de kerk? Ja, van de kerk. En nou... Is het bij jullie net zoals in Venetië, dat je alles met een boot moet doen? Want ik zie wel een grote vaart lopen. Nee, er is wel een brug en zo waar je door kan lopen. Mm-hmm. En zo, over kan lopen dus. Nou. Nee, maar er wordt wel veel gevaren bij jullie. Ja, hier ziet u een foto van de Eilandspolder afgenomen. En u ziet dus kanoers. Dat zijn allemaal kinderen uit onze klas. En we hebben een kanoclub, de Argonauten, waar meester de voorzitter is, van is. De minister? Ja. Die kan het beste? Dat weet ik niet. Nee? Nee. Maar de kinderen vinden het wel leuk. Ja, ja, jij doet het zelf ook? Ja, maar ik zit er niet echt op. Soms kom ik wel zo aan. Nee, je moet erin zitten in zo'n kano. Oh, in een kano? Ja. Ja. Hey, maar is het wedstrijd of alleen maar voor plezier? Toervaren? Nou, ik ga alleen maar voor plezier, omdat ik niet echt op die club zit. Nee. Maar er kunnen ook wedstrijden worden gespeeld. 2 in de kano, 1 in de kano en wel meer ook. Het gaat heel hard, hè? Ja. Dat is moeilijk, heb het wel eens gedaan, maar zeg dit, een heel oud gebouwtje. Ja, dat is de trots van de Rijp. Het is ook het centrum. En hij is gebouwd door Jan Adriaans van Leegwater, waar ook de naam van onze school afkomt. En die heeft het gebouwd in 1630. Hij zelf is geboren in 1575. En hij heeft het ook in Amsterdam, hè, want hij was ook ingenieur en ook water, een molenmaker. En in Amsterdam heeft hij het uurwerk van de Westertoren gemaakt. Weet je wat we met jou doen? We sturen naar die meneer van die encyclopedie toe, kijken of er nog meer fouten staan, want je weet zo ontzettend veel. Hey, jij bent een actrice, hè? Want jij gaat meespelen. Hoe heet je het toneelstuk? Hoe de slotten voor zijn netjes werden. Ja, ja. En de opdracht was voor jullie om een fabel te maken. Een fabel, een verhaaltje op rijm. En daar was een les aan het slot, hè? Je doet het zelf mee? Ja. En je moet je nog verkleden. Ja, nee, ik ben al half verkleed, maar ik moet nog wel een masker op. Een kop op. Nou, ja, dan wachten we even op jou verkleed, hè? Gaan we kijken. Wij vinden het fijn om vlordig te zijn. We gooien het roep neer, dat doen we steeds weer. Wij vervuilen de mooie bossen. Want wij zijn de sloddervossen. Gooi die troep toch neer en doe het steeds weer. Dan gaan we lekker rotten, want wij zijn de sloddervossen. Hé, hey, jij daar vooraan. Toe, blijf niet zo staan. Trek op die keten, vertel.
De naam die mijn moeder me gaf is vieze, vuile slorderaf. Waar ik ook woon, allemaal niks blijft er schoon. Wat ik ook koop, gooi alles op mijn grote hoop. Want ik vind het nou eenmaal hartstikke fijn om slordig te zijn. En jij aan deze kant, wat is er met jou aan de hand? Wat mijn stem maakt, is gehaald door de nachtkraak. Mijn naam is Pieter Smiro en ik maak alles vuil. Mijn grote vriend is een kwel en bijt in ieders vel. Au, au, ik zeg het heel gauw. Mijn naam is Vuilevant en ik gooi niets in de prullenmand. Ik heb geen ontzag voor schone dieren. Voor mij zijn het allemaal vuile mieren. Ja, die allemaal schoonmaken tot in de kieren. Mijn naam is Modderaap. In mijn familie ben ik het zwarte schaap. Ik gooi altijd modder in het rond. Iedere dag wel 15 pond. Moet je mij eens kijken, er is nieuws met mij te vergelijken. Ik lig graag in de modder, heus. Mijn naam is Lommeneus. Mijn vader en mijn moeder hebben me opgevoed als een net dier. Maar als ze zagen wat een rommel ik maak hier. Hey, hoor eens. Daar komt iemand aan. Laat ons vlug verstoppen gaan. Goed idee, maar vlug dan. Zo hard rennen als je kan. Hé, hey, hoe zou dat nou kunnen komen? Weer allemaal troep tussen de bomen. Ja, net was alles nog zo mooi schoon. Dat komt vast weer door mijn vieze zoon. Hoe krijgen we al deze troep hier weer weg? Gooi alles maar in de hek! Hey, horen jullie er ook iets? Nee, ik hoorde niets. Maar als hij thuis komt, mijn vieze zoon, dan maakt hij al deze troep maar weer schoon. Ik heb daarnet toch iets gehoord. Ze moeten nu snel worden opgespoord. Ja, laten we gaan zoeken. In alle gaten en hoeken. Hé, hey, kijk! Daar een been! Even zien. Ja hoor, ik heb er een. Zo, komen jullie maar voor de dag. Want ik vraag me werkelijk af of dat wel mag. Ruim die troep onmiddellijk op, anders krijgen jullie allemaal op je kop. Hè? Wat zou dat nou als je op je kop krijgen zou? Wel potverdriet, kom hier, dan ga jij over de knie. Au, 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 wat doet dat zeer? Au, 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 we doen het nooit meer. Oké, we ruimen al die troep wel op. Dan krijgen we tenminste nooit meer op ons kop. Ziezo, we vinden het fijn om netjes te zijn. We zullen het nooit meer doen. We ruimen de troep op. Dan krijgen we het nooit meer op ons kop. We vervuilen nooit meer mooie bossen, want we zijn geen slordenbossen. Meen je wat je zegt? Ja, we bewonen het echt. Kom mee allemaal, dan krijgen jullie van mij een lekker maal. Hoi, 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 hoi. Ja, je kunt voor dit spelletje de vragen niet moeilijk genoeg maken, want bijna altijd weten ze alle antwoorden. En dat zal ook nu weer zo gaan door de muziekexperts uit Zeddam. Vertel eens even, wie zijn we? Alice Weijenberg, 11 jaar. Joze Wolters, 12 jaar. Ze Barkmekker, ze 12 jaar. Erik Jelling, 12 jaar. Oké, jongens, dat is een superexpert, je laatste, hè, Erik. Heb je er goed te staan, Erik, hè? Ja. Ja, oké. Nou, jongens, gaan we als eerste vraag luisteren aan een plaatje, twee plaatjes door elkaar heen. Je kunt ook twee punten verdienen door te zeggen wie het zijn die je hoort. We luisteren. Oké, jongens. De muziek is weggestorven. Ja, die eerste was heel makkelijk. Ja. Maar die tweede,
Ja, wie gaat het zeggen eigenlijk? Want ik heb het al gehoord, misschien thuis niet. Vertel het maar. Maak je spel van Bijlodien en ballen te ballen is mijn spaceman. Oh, ja, is helemaal goed hoor. Twee punten. Gaan we kijken jongens, we doen vanmiddag alleen maar verkeerde dingen laten zien of laten horen. Je ziet twee namen en twee nummers, kijk weer even. En daar zit in beide een fout. Iedere fout die je opspoort is een punt, dus je kan twee punten krijgen. Zemel, zang. Goed, wie gaat het antwoord geven? Of jij? Zeg maar. Bij de eerste Love en bij de tweede Jansen. Ja, wat moet er dan staan? Tol Hansen Big City en Pussycat met Same als Love. Ja, ik weet, nou, dat was ook wel erg makkelijk. Dat stond het benen weer bij. Hè? Goed jongens, twee punten. Yeah! Yeah! Gaan we naar de derde vraag. We gaan een stukje zien uit, uit Top Op. En welke artiest of welke groep heeft dit nummer bekendgemaakt? Oké, wie gaat het zeggen? Wat is het antwoord hier? Alweer. Ja, alweer. Als, Groepo Sportivio met... Ja, ik heb al genoeg gehoord. Nou, je hebt nou alles goed gezegd, dus jij wordt beroemd. Jij durft het tenminste. Er was weer een punt erbij. Dat zijn er goed. Goed, dan gaat Erik naar Tolly Heik. Tolly, hier komt Erik voor je. Oké. Okay. Hallo, dag Tolly Heik. Van de Wijk. Ik ga een stuk op de piano spelen. Daar zitten rustpauzes in. En in die rustpauzes moet jij dat opvullen. Hier op de, weet je hoe dat heet? Ja. Dat zijn pauken. Ja. Op de pauken ga je het opvullen. Maar ik laat het eerst een keer horen en daar ook de volgende kandidaten moeten goed opletten. En daar zou ik graag de assistentie willen hebben van Bram van Erkel. Want ik heb dat dan een hele week met hem gerepeteerd. En ik hoop dat hij het nu weet. We gaan het één keer voordoen. Bram, doe je best. Wat moet ik doen? Zingen? Doe je best. Je kan een grote prijs mee winnen. Oké. Okay. Jij kijkt. Oké. Okay. Wat zeg je? Hij maakt het anders. Nee, niet zelf, want ik maak het begin bijna fout. Hij maakt een klein foutje, maar zo moet je het doen. Maar je mag het op jouw wijze eigenlijk doen als het maar muzikaal gebeurt. Mag ik voorzetten? Hij mag het voorzetten. Maar nee. Maar dan moet je bij de volgende ook doen. Kijk. Doe je best, hè? Het was een beetje angstig, maar ik vind het goed voor een 7. Hoeveel punten, Tony? 7. 7. Jongens, met de 5 van zo even zijn het 12 punten voor Zeddam. 12 punten. Ja, onze gevederde vrienden gaan weer aan het werk. De eitjes moeten er weer in, jongens. En ik heb verschillende zeer handige bewegingen gezien. Alleen zo'n ballon, als je die loslaat, ja, je mag hem niet pakken, maar je kunt hem op een andere wijze toch wel vastpakken, dan blijft hij heel lang zweven voordat hij erin komt. Dat is een erg leuk gezicht hoor. Maar het duurt lang, eer je vol hebt. Bedenk eens een andere manier om het samen te doen. Ga je gang. Yeah.
tot hier, tot hier. Naar rechts. Nou, we gaan weer eens even kijken. Dit was Zeddam, hè? Zeddamse vogels. 4, 9, hadden we het net ook niet? Net hadden we er 7, hè? Nou, er zijn er alvast 2 meer, want jullie waren weer zeer handig bezig. Zeddam had er 9 in. Stal en Haring blijft een beetje moeilijk aan de leg. In de ruim misschien, dan leg je ook minder, hè? Dat zijn er 3 hierin. En dan zit ik hier bij de Rijp. En daar zitten er 6 in, net zoals we even. Voor de Rijp en 5 punten wederom voor Zeddam. De eitjes en de punten die waren weer binnen. Jongens, wij gaan proberen om op jullie terrein de punten binnen te halen. En wie gaan dat precies doen? Bob Hamel, 11 jaar. Richard Kok, 11 jaar. Johnny Leeuw, 11 jaar. Goed, 3 heren in de bankjes. We gaan meteen beginnen. Madurodam, is dat in Den Haag? Rotterdam of Leiden? Madurodam. Allemaal wel eens geweest, denk ik haast, hè? Ja, maar ja. Jij niet. Maar ja, wat is wel goed, Richard, krijgt toch punten voor. Allemaal een punt. In Den Haag. 2. Je ziet achter, jongens, 3 muzieknoten. Welke is een kwart? Welke wordt een kwart genoemd? 1, 2 of 3? Niet voorzeggen, hè? Ja, Bob gokte zeer duidelijk. Ja. En met gokken gaat vaak goed, maar nu niet, want jij hebt verkeerde genomen. Johnny heeft 2 gedrukt en die heeft hem goed genomen en Richard ook de 3 ook niet. Dus de tweede, dat was de kwart. Ander was een halve en een hele. Vraag 3. Als je de tijd wil bellen, jongens, met de telefoon, hè, wat moet je dan draaien? 002, 003 of 008? De tijd. Johnny, als je 003 belt, dan krijg je niet de tijd. Maar als je 002 draait, dat is de tijd. En dat is een punt voor de Rijp en voor Zeddam. Vraag 4. Wie is de uitvinder van die telefoon die je net moest gebruiken? Was dat Bell, Livingstone of Watt? Geschreven Watt. Bell, Livingstone, Watt. Nou, dat wisten we wel, hè Johnny? Ja. Dus allemaal een punt, prima. Vraag 5. 3 bloemen gaan we naar kijken. Welke bloeit er het eerst in het seizoen? Is dat 1, 2 of 3? Voor biologie een 10, want dat het sneeuwklokje dat bloeit inderdaad als eerste. Het andere was de paardbloem en de klaproos. Allemaal een punt. Vraag 6. Een échec. Een échec. Is dat een betaalmiddel, een mislukking of een echoput? Een échec. Ja, wel een échec voor Johnny, want jij hebt gezegd dat een echoput een échec heet. Nee, en dat is ook geen betaalmiddel, maar het is een mislukking. Dus een punt voor de Rijp en voor Zeddam. Vraag 7. De hooimaand, hè, alle namen hebben wel een bijnaam, zal ik maar zeggen. De hooimaand, is dat juli, december of mei? Hooimaand. Juli, december of mei. Allemaal goed, jongens, een punt. De hooimaand, juli inderdaad. Vraag 8. Kijk eens achter je. Je krijgt daar ietsje meer tijd voor. 3 dobbelstenen. Bij welke dobbelsteen zit er een 2 aan de onderkant? Is dat 1, 2 of 3? Een 2 aan de onderkant. Daar is een foefje voor, hè, maar dat te weten. Johnny, druk maar. Johnny heeft gezegd 3. Nou, de foef is dat je de bovenkant en de onderkant... Ik zeg toch nog even lekker wat de bedoeling was. De bovenkant en de onderkant moeten samen 7 vormen. Nou, dat kun je zien bij 1, hè. Daar moet 2 bij met de 5, 7. Ik ben benieuwd naar het aantal punten. Die worden razendsnel gebracht. De stad en Haringvliet, Johnny. Niet de jongen, want je hebt er nog 5 gehaald. En dat is een heel goed gemiddelde. En dan hebben Richard en Bob, respectievelijk uit Zeddam en de Rijp, alle 2, 7 punten. Over Stad en het Haringvliet is zoveel te vertellen, daar zijn ze met z'n 4 gekomen. Wilma, Jan, Marijke en de linksbuiten is Ali. Stad en het Haringvliet, waar ligt het precies? Ja,
Das Spiel wirkt fast noch zaghafter als... Uit Noord-Holland komen veel bekende popgroepen en zangeressen en zangers. En dat moet haast wel betekenen dat ze in de rij veel van popmuziek af weet. Michel Welling, 12 jaar. Gonneke van Zutphen, 12 jaar. Mus Menno Buits, 13 jaar. Tineke Eijk, 12 jaar. Tineke Eijk? Ja. Hé, hey, hoor je dat? Ja. Tineke Eijk. Familie. Nou, daar ben ik wel heel straks. Familiereunie. Ze hebben in de rij ook het allerkleinste spandoekje van de wereld. Leeg water doe je best, het geluk doet de rest. Nou, kijk of het geluk is, jongens, wat jullie gaan... gaan scoren. We gaan twee plaatjes door elkaar heen horen en jullie moeten straks vertellen wie je hebt gehoord. Goed luisteren. Gewoon aan die ene. Ja, nou, dat was een, de ene was heel makkelijk, hè? En die andere ook trouwens. Wie gaat het zeggen? Wie heb je gehoord? Nou. Jij? Nou, City to City van Carrie Rafferty en Kate Bush met Wuthering Heights. Ja, ik zou er bijna 4 punten willen geven, maar dat mag ik niet. Zo goed is dat. Alles is goed, nou, maar 2 punten. Prima. Tweede vraag. We gaan naar een, naar 2 fouten kijken. Iedere fout die jullie oplossen, die krijgen we een punt voor. Staat er een beetje moeizaam in? De Nieuws van Johnny en The Night The Lights Went Out The Wings. Wat zijn de fouten? Wie gaat het zeggen? De Nieuws Johnny en The Night The Lights Went Out The Wings. De Nieuws is van Blondie en... Juist, dat is 1 punt, goed zo. En die andere is van de Tramps. Ja, het is fantastisch. Weer 2 punten. Hiervoor, de derde vraag. We gaan een stukje zien uit Top Op. Wie is het? Welke artiest of welke groep? Ja, een stukje uit Top Op weer. Wie, welke groep was het? Ga je weer zeggen? Ze is de beste, ze weet alles. Nou, laat hem maar. Radio en van Jack and Jill. Ja, ik hoef het alleen dat te horen. Prima. Ze staan er weer klaar voor, de eierleggers. Jongens, het ging net weer een stukje beter, daar hadden ze de 9 in, hè? En ik ben benieuwd wat er nu terecht komt. En ik heb nog steeds niet helemaal goed gezien dat je het ook samen kan doen. En daar ben ik zo benieuwd naar, want dat gaat zo leuk. Ga je gang. Tot hier. Ja, en toch stijgt de productiviteit. Want ik heb er hier 4, 5, 10 opgevoerd. Er zijn nu 10 eieren gelegd hier door Zeddam, hè? Ja, die veren pakken. En dan hebben we er hier in de rijp 9. Prima, jongens. Goed gedaan. En jij hebt er nog één daarin geschopt ook, zag ik, hè? Ja, dat... Ja, jij trapte er daar eentje in, hè? Ja. Je moet nooit een ei in een ander nest leggen, joh. Ja. Nee, daar. Dat telde we jou niet mee. En dan hebben we er hier, oh lieve hemel, wat zeg je? 10? En daar ook 10? Maar die is gesprongen, die ene, hè? Ja. Maar hij lag er wel in. Ja. Nee, nee. Oké, in ieder geval, jullie hadden er 9. Ja, nou, dat kan, dat, ik moet eerlijk zijn, maar dan krijgen jullie er 3 en de andere 2 ieder 5. Nou, de leerlingen hebben het tot nu toe geweldig gedaan, wat punten scoren betreft.
Hoe de meesters het eraf brengen, gaan we nu heel snel weten. En die drie meesters, dat zijn? Martin Esseling, 31 jaar. Jos Gunselaar, 28. Mario van Strien, 27 jaar. Nou, in leeftijd dat lopen ze elkaar niet veel, dus dat kan geen handicap zijn. We gaan meteen maar beginnen. De eerste vraag. De hoogte van de Eiffeltoren is ongeveer 300 meter, 320 meter of 350 meter? 300, 320, 350. Hij is niet zo lang, Mario. Hij is inderdaad maar 320 meter. Dat is een punt voor zijn allemaal bereik. Vraag 2. Achter ons zien we drie foto's van universiteiten. Welke van die drie is de Universiteit van Bonn? Is dat 1, 2 of 3? Wat is Bonn? U kunt het aan de bouwstijl een beetje zien, hè? U moet nu drukken. Was gegokt, hè? Eerlijk gezegd. Ja. Alle drie gegokt? Ja. Ja? Nou, dat is prima hoor, want het was hem. Dat is Bonn. De eerste is de Universiteit van Harvard. En de derde, dat is de Universiteit van Cambridge. We gaan naar vraag 3. Een barzooi. Een barzooi. Ja, dat staat er. Is dat een hond, een kat of een vogel? Een barzooi. B-A-R-Z-O-I. Hond, kat, vogel. Prima hoor, Mario. Het is een hond. Allemaal een punt. Vraag 4. Welke componist leed aan een steeds erger wordende doofheid? Was dat Beethoven, Bach of Mozart? Die werd steeds doof. Beethoven, Bach, Mozart. Ja, u heeft daar wel goed geluisterd. Allemaal een punt. Vraag 5. Welk sprookje? En dan ziet u achter u de afbeeldingen van. Welk sprookje? En de afbeeldingen daarvan is niet van Hans Christian Andersen. Welk is niet van Hans Christian Andersen? Ja, wacht u. Nee, kijkt u even. Even als de zand even teruggezet kan worden. Want er is wat verkeerds gedraaid. Ja. U kunt even opnieuw drukken. Ja, ja. Want er is een verkeerde voor gedraaid. Welke is niet van Hans Christian Andersen? Martin, wil je even drukken? Nou, we gaan eens even kijken. Er zijn twee tweeën, Jos en Mario. Die hebben het plaatje 2 ingedrukt. En dat is Duimelijntje. Kijk maar, dat vrouwtje heeft een heel klein kindje in de hand. En de eerste met die twee zwanen, dat is lelijk jonge eendje. En de derde moet het dan zijn. Dus dat is een punt voor de Rijp. Prima. Ja! Vraag 6. Een vraag over de grens. De munteenheid van Joegoslavië. De munteenheid van Joegoslavië is de drachme, de escudo of de dinar. Allemaal goed, de dinar was het. Een punt voor iedereen. Wie schreef, luister u even goed. Wie schreef Tractatus Theologico Politicus? Was dat Pascal, Rousseau of Spinoza? Tractatus Theologico Politicus. Ja, wat is wijsheid, Mario. Wie zei het ook alweer? Het was in elk geval niet Rousseau die het geschreven had. Want die had het waarschijnlijk in het Frans gedaan. Maar het is Spinoza, de laatste. Dus een punt voor de Rijp en zet dan. Ja! Laatste vraag. Welke van de cactussen achter ons? En één hebben we er al gezien zweven, foutief. Maar goed. Welke van die drie cactussen is de egelcactus? Is dat 1, 2 of 3? Wie is de egelcactus? U moet nu drukken. Ja, een beetje een vervelende vraag, hè? Want ze hebben allemaal stekels. Maar wie heeft er 1 gedrukt? Dat is Jos geweest. En de anderen hebben 2 gedrukt. Nou, 2, dat is de kroonkactus, dat is het dus niet. Maar Jos, jouw cactus is de egelcactus. Het is 1. Oké. Okay. De punten. Nou, dat is een prettige score. Het is zelfs een goede score voor meesters. De Stadraad Haringvliet, Mario, die had een beetje ongelukkig vingertje af en toe met het gokken, hè? Die heeft er 4. Maar de andere twee, de Rijpen, Zeddam, Jos en Martin, die hebben er allebei 7. En dat is heel wat. Dit is Wino. Daarna staat Marian. Die komen uit Zeddam. En is dat ver weg, jongens? Ja, anderhalf uur reizen. Anderhalf uur reizen. En dat ligt dus in de buurt van? Doetinchem. Doetinchem. En de Duitse grens. Vlak bij de Duitse grens, hè? Zeg jullie school?
Gaan we eens naar kijken. Dat is een heel groot gebouw eigenlijk, hè? Ja. Hoeveel klassen heeft dat al niet? 12 klassen. 12? Zitten alle kinderen van Zeddam erop? Ja. Ja? Ja. En aan de andere kant zitten, daarachter zit de kleuterschool. Oh, aan de linkerkant. Een enorm groot speelplein, hè? Ja. Is het leuk wonen in Zeddam? Ja. Mooie natuur schoon? Ja. Ja? Vertel eens wat van. Is er veel bos of zo? Of hei? Ja. Wat vind je daar? Bos, Montferland. Bos, ja. Dit is nou, dat is akkerland geloof ik, hè? Ja. Ja, wat verbouwen ze daar, weet je dat? Meisjeskoren. Hoe kun je dat zien? In die punten. Die punten, oh, in de aarde zitten van die puntjes, dat is er overgebleven. Ziet er prachtig uit. Kijken we nou naar Duitsland toe? Die kant op? Nee. Nee? Naar Beek. Naar Beek, dat is Nederland in eigenlijk. Een beetje naar het zuiden. Ja. Ja. Hier kijken we op de molen in het dorp, als ik het goed heb. Is dat een bijzondere molen? Ja, een torenmolen. Een torenmolen, waarom heet die zo? Nou, meer omdat je bovenin ligt. Ja, ja. En die maalt nog steeds? Ja. Wat? Koren en, ja, koren. Ja, ja. Maar er zit ook een echte molenaar nog bij? Nou, een molenaar eigenlijk niet, maar er moet wel een meneer langs die ik moet toezicht houden. Ja, ja. Nou, en dan, dit is ook nog een kijkje op jullie dorp. Het is een heel oud dorpje geloof ik. Hoe lang bestaat het al? Weet je niet precies? Nee. Nou. Maar dat wat op de vorige, dat is iets bijzonders natuurlijk, dat huis. Waarom hebben jullie dat gefotografeerd? Ja, dat is een rosmolen. Een rosmolen, een ander soort molen dan die we net zagen? Ja. Hoe gaat dat hier dan? Want ik zie geen wieken. Dat wordt door een paard getrokken. Oh, binnen loopt een paard in het rond? Ja. En dan malen ze ook graan? Ja. Ja, ja. Nou jongens, prima. Jullie toneelstuk. Is daar nog wat van te vertellen? Hoe heet het? Het gulzige drulpaardraak. Het gulzige? Drulpaardraak. Drulpaard. Draak. Druilpaard. Druilpaard. Oh ja. En dat is een triest paard, denk ik. Nee. Nee? Nou, we gaan er echt van naar kijken. Ja. En met veel plezier. Wat was je wel? Nou, dit is wel. Ja. Dat is een schoolkrant. Ja. Maar daar ben ik altijd gek op. Er staat ook iets over klaswerken. Iets over klas? Dat ga ik meteen lezen. En dit wil ook nog aanbieden. Nou, hartstikke mooi. Dat is de molen en die andere molen. De rosmolen, daar zit er. De rosmolen en de torenmolen. Nou, ziet er prachtig uit. Je kan even kijken, die ik gewoon niet voor haal. Dat zijn die molens van zeven. Nou, en wij gaan naar het toneelstuk, jongens. Hartstikke bedankt, hè. Wat is nu terug aan de hand in ons mooie Montferland? Vroeger was alles mooi en fijn. En hadden wij allemaal veel gein. Maar nu is er pas een drulpaard aangekomen. Die kan alleen maar van eten en nog eens eten dromen. Geen eten is er meer voor ons te vinden, want dat beest is alles aan het verslinden. Oh, jongens, daar komt hij aan. Laten we gauw weggaan. Opzij, ga allemaal aan de kant. Hier komt het mooiste, dikste dier van Montferland. Kom, Krokel, geef die appel maar aan mij. Die kan er ook best nog wat bij. Ach, jij vreet je maar dik en rond. Alles verdwijnt maar in jouw grote mond. Mijn maag die rammelt zo. Ik word zo mager als een stro. Ja, die vreetzak, die vreet maar raak. Ik vind dat heus niet in de haak. Zo komt er voor ons nog hongersnood. En gaan wij allemaal dood. Kijk nou toch eens naar mijn hoorn. Hij is alweer wat langer dan tevoren. Hij groeit terwijl ik eet. Ja, dat is nou juist ons leed. Jij zit daar maar te schrokken. Maar wij zitten met de brokken. Zit toch niet zo te klagen. Jullie hebben toch maar van die kleine magen. Er is voor jullie heus toch wel genoeg. Jullie mopperen me veel te vroeg. Ja, maar ik heb 2 koppen. Daar moet ik veel eten in stoppen. En als jij zo door blijft gaan, dan kom ik op rantsoen te staan. Kletsen jullie nu maar allemaal. Ik ga weer aan de hand. Ah, lekker. Daar ginds is nog wat naar mijn zin. Daar heb ik ook nog wel trek in. Oh. Kijk nu toch eens wat hij eet. Hij moet toch heus gauw op dieet. Zeg, kijk eens naar zijn snuit. Wat is hij toch een eilandtuit. Jongens, we gaan een plannetje maken. We zullen zijn mooie hoorn eens kraken. Kom, we moeten wat verzinnen. Ja, laat.
valt er daar wel op in. Kom, hoedjes, rups. Vlug achter deze struik. Valt hij zo wel op zijn buik. Stil, ik hoor hem al komen. Goh, ik vreet alle blaren van de bomen. Oh, jongens, kijk nou toch eens even. Dan zullen jullie het dan nooit beleven. Zo'n mooie hoorn heb je nog nooit gezien. Zo lang en stevig bovendien. Kijk dan, en ik weet dat je zeggen zal. Zo mooi. Helm, ik val. Hoera! Hoera! Zijn horen is gebroken. Hebben we daar even fijn een stokje voor gestoken? O, lieve dieren, kijk nou toch eens aan. Mijn prachtige hoorn, helemaal naar de maan. Ach, het is toch wel zielig, niet? Wat heeft ons draadje nu toch een verdriet? Ja, laten we hem maar gaan troosten. Hij is toch niet een van de boosten. Kom op, nu lieve druilpadraag. Je hebt het er toch echt naar gemaakt. Kom, dan zullen we je allemaal helpen. We zullen jouw tranen samen stelpen. Vermoog om dat je niet meer gaat willen schransen. Er zijn er voor ons ook nog kansen. Op een hapje op zijn tijd. Ja, ik beloof het. Ik heb zo'n spijt. Hoera! Hoera! Kom, dan gaan we een feest nu vieren. Samen met alle andere dieren. Want, beste dieren, heus, die al te gulzig is, stoot eens zijn neus. Nou, mis, dat applaus is voor jou. Beschouw het niet als omkoperij. Nee, dat doe ik ook zeker niet. En graag de punten. Graag de punten. Ik moet zeggen, om te beginnen, kijk natuurlijk altijd erg goed naar het stuk. Maar vandaag moet er wel een extra complimentje voor alle drie af, voor de decors en de kostuums. Ik ja, weet niet of jou... Ik vond het geweldig. Ja. Allemaal heel verschillend. Het decor vond ik bijvoorbeeld prachtig met... Nou, het was meer carnaval dan toneel bijna. En ik heb zelfs gehoord dat de kinderen van de Rijp daar zelfs in de paasvakantie allemaal zelf aan gewerkt hebben. Dat moet als dat wel. Dat vond ik werkelijk erg, erg mooi. En dan vond ik ook erg mooi dat decor van Haringvliet, waar dus iets heel anders te zien was, dat je ziet dat je ook met heel weinig kleuren en weinig dingen toch een erg mooi decor kan maken. Dat was dat rood met die bomen. Dat was rood met die bomen, ja. Nou, en dan over de stukken, want daar moet je eigenlijk ook apart iets over zeggen. Dat was natuurlijk al een beetje de opgave, hè, om te zeggen, het moet een fabel zijn. En dan denkt iedereen misschien meteen aan de Fabeltjeskrant, maar we weten natuurlijk ook allemaal een echte fabel. Ja, daar moet eigenlijk een beetje wijze les in zitten. En dan kom je alweer op zoiets moeilijks van toneel, want kijk, je kan natuurlijk een wijze les brengen en dan wordt het een heel wijs en ernstig verhaal. Maar je kan het natuurlijk ook op een hele leuke manier toch een wijze les geven. Daar vond ik het laatste een erg mooi voorbeeld van. Dat helpt meestal het beste, hè? Ja, een leuke wijze les. Ja. Nou, dan komen we natuurlijk op de punten. Ik zei het al, ik vond van dat laatste vond ik van Seth Dam, vond ik het dus het idee erg goed om een wijze les van de grote moeten niet alles van de kleintjes opeten. Daar heb ik al 2 punten voor gegeven. Voor het stuk zoals ze dat is uitgewerkt hadden ook 2. Ook, ik zei dat ook al, voor het prachtige decor. En ook voor de manier waarop ze speelden. En voor het spel, dat vond ik iets minder dan van de anderen. Dat zijn samen 9 punten. Nou, ik dank je wel, zeg. Dat is toch erg hoog, mis? Dat is toch heel hoog. Nou, ik ben benieuwd naar de anderen. Ja. Dan krijgen we de Rijp. Dat was van hoe de slordervossen, hoe die netjes werden. Dat vond ik ook een erg leuk idee. De Rijp, hè? Ja, de Rijp. Ja. Ik vond die bomen vooral met al dat papier erin erg mooi. Daardoor ook 2 voor het idee. Het stuk vond ik een beetje minder goed uitgewerkt. Daar zag je hoe moeilijk het is, hè, om dan een lesje te geven en dan toch een beetje mooi verhaal. Dus daar heb ik 1 punt. Een beetje door elkaar. Het was 1 punt. Maar voor het spel dan weer 2 punten, want dat was erg goed. En zo komt dus de Rijp aan 8 punten. Oh, geweldig. En dan komen we stad aan Haringvliet. En die hebben ze laten zien hoe je ook iets heel actueels toch al in een stuk kan verwerken. En vooral, ik moet zeggen, zoals het eruit zag. Nou, dat was bijna, hè, beroepswerk, vond ik, die vogel in de boom en tegen die andere dode bomen aan.
Dus voor die idee heb ik ze ook al 2 punten gegeven. Ik vond daar ook weer een beetje te veel een lesje, hè, was het geworden. Dus dat is 1 punt geworden. Maar de decors en de kostuums 2. En de mise-en-scène 2. En het spel 2. Zodat zij ook aan 9 punten komen. Nou, jij hebt me ontzettend wel vreugde veroorzaakt. Bedankt. En tot ziens. Dag. Het is een beetje droevig. Het is het laatste spelletje muziekwerk van dit seizoen. Dat gaan we spelen met de stad in het Haringvliet. Maar lest best, zeggen we maar. Hè? Wie gaan we het spelen? Gert Jan Koper nou 11 jaar. Corinne Soldaat 10 jaar. Marten Looy 10 jaar. Tineke Huizer 11 jaar. Goed jongens, we beginnen met luisteren naar de 2 plaatjes door elkaar heen. De muziekbrei. We hebben altijd als jurylid de allerbeste experts in Nederland. Nou, voor dit jongens, voor dit dierenonderdeel, hebben we een hele grote expert, meneer Ouwehand. Ja, dan denk je natuurlijk aan Ouwehands Dierenpark. Dat klopt ook zo. Meneer Ouwehand, klein applausje voor hem. Die komt nu even vertellen wat hij van de dieren vindt. Dag meneer Ouwehand, fijn dat u er bent. Zullen we maar snel even de verschillende dieren langs gaan? Deze eerste maar mee te beginnen. Wie heeft ze van tevoren al een beetje kunnen bekijken? Hè? Hoe is deze naam van dit dier? De paashaas. De paashaas. Ja, kunt u, als u een klein stukje komt, dan kan de kamer met u meekijken, ja? De paashaas is, hè, jongens? Ja. U gaat eerst even de andere zien, ja? Ja, dacht ik eigenlijk wel even. Dan, als u een beetje opzij legt, ja, deze. Hoe is deze naam? Het fladderdier. Het fladderdier. Kan het ook fladderen? Nee. Fladder is heel voorzichtig? Ja, prima. Nou, dat fladdert uitstekend. Oké. Okay. De derde dan? Hoe heet deze? Kleurenrommel. Wat? Kleurenrommel. Nou, dat is toch wel leuke rommel. Oké, okay, zullen we hier beginnen met de punten geven? Wilt u even terug? Rijden. Ja, nou hier we blijven. Met deze. Ja, het is natuurlijk heel erg moeilijk om die punten te geven, want ze zijn allemaal hebben ze goed en best gedaan. Een klein daar, ja zo. En gewone dieren is natuurlijk erg makkelijk om dat te bestuderen. Maar ik had zo gedacht om deze 8 punten te geven. Dus 8 punten voor de rij. En dan komen we hier bij Zeddam. Als je weer een klein stukje draait, zo ja. Zeddam. Dat was die fladdervloeper, hè? Fladdervloeper. Ja? Ja, die moet ik dan toch wel 9 punten geven. Krijgt deze 7 punten. 7 punten voor stad aan het Haringvliet. Zou u ze in uw dierentuin willen hebben? Jawel hoor. Oké, okay, nou ik kom eens kijken. Dank bedankt. Ja. Nou, want tot ziens. Nou jongens, dan is de laatste klap gevallen. Tenminste, dat moet te zien op het scorebord. Ik heb dat niet kunnen bijhouden. Dan zien we staan op het scorebord de Leegwaterscholen de Rijp met 61 punten. De stad aan het Haringvliet heeft er 47 en de hoogste van vanmiddag. En nou ja, het is dan toch gelukt. Het is toch gelukt om eindelijk boven die magische 62, die eigenlijk een 63 was, uit te komen. Want de Roncalli-school uit Zeddam is de grote winnaar. 64 punten. Nou, dan moeten we nu tot de prijsuitreiking overgaan. En als een van... Als de klassevertegenwoordiger of vertegenwoordigster van Zeddam even bij me kan komen, dan kan ik de prijs deftig gaan overhandigen. Hallo. Het was ook alweer? Wido. Wido, ja natuurlijk. Wido, nou, ontzettend hartstikke gefeliciteerd met de overwinning. En als jij nou even mijn microfoon vasthoudt, hebben jullie er heel hard voor gewerkt? Hard getraind en zo? Ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Ja, oké, okay, nou, hou jij de microfoon vast. Dan haal ik de prijs tevoorschijn. Ik laat hem eerst daar zien. Jullie zien het vanzelf. Nou, eens kijken. Klasse. Werk. Een volleerd hengelaar, zie je dat? De microfoon er gelijk bij. Prima. Klassewerk. 78. Eerste prijs. Zou daar nog onder staan waarop wat er is? Wat het zou zijn? Vorig jaar was de reis, weet je wel. Oh.
is dus een... inderdaad, een prijs. Ze gaan op reis naar Engeland voor een paar dagen met de hele school. Hoe gezellig het daar zal toegaan, dat zul je over een aantal maanden wel zien. Want natuurlijk maken we daar een verslagje van. Nou, dat was de laatste uitzending van dit seizoen. Misschien zien we elkaar weer. En als dat zo mocht zijn, tot ziens. Dag. Ieder jaar, jongens en meisjes, krijgen de winnaars van de klassewerkenuitzendingen als eerste prijs een reis naar het buitenland aangeboden. Dit jaar kregen de leerlingen van de Roncalli School uit Zeddam een reis naar Engeland aangeboden. En wat ze daar allemaal beleefd hebben, gaan jullie nu zien in Klassewerk Internationaal. Thank you.
Now, all the land around here is in the national park, but it is owned by farmers. And we are going to walk across the farmland over here. Now, that land is private. We have no right to be there. But there is a footpath that is just so wide. And if we walk on the footpath, then everything will be well. And we can walk over the fields onto the moors. Sometimes when we walk in a field, you can see the footpath. We could see the footpath in the last field. And we need a map to help us find the way. Now, I have looked at the map and I know where the footpath goes, so please follow me. And remember that the footpath is just so wide. And if we stray from the footpath, the farmer over there in the tractor will come here very quickly. Thank you.
Now this is the official residence of His Grace the Archbishop of York, Dr. Stuart Blanche. The palace was first built over 700 years ago by Walter de Grey, who built a small manor house here in 1226. This, of course, has been extended to, and in some cases rebuilt, mainly in the 15th and the 17th centuries, until it is as you see it today. The part you can see on the left-hand side of the palace in the old stonework is the Archbishop's private chapel. And to the right of the chapel, where you see that white bay window with the two white windows on either side, is the Archbishop's official dining room. Thank you. Die woont hier en die doet hier zijn best. Wow. Zij heeft 100 kamers. Mr. Siddle, he's our head, we got Mr.
school. Thank you very much. That's fine, dear. Best of luck from our school. Best from our village. Do meals and ever honour all the children on the picture. Yes? Thank you very much. Thank you. Judy? Daar. Koningin Elizabeth must goed zien. Oh, that's very nice. It's Queen Elizabeth, isn't she? This is a present from Headland School. Hope you've enjoyed your stay here and hope you enjoy today. We enjoyed it very much. Thank you. Thank you very much. May I give you a hand? We have a nice place here in our school. Thank you.